En nu worden we ingesloten door de Twilight. Gezellig. Yo mensen, welkom bij een nieuwe gameplay van GTA 3 hier op Duskamp 180. Mijn naam is Dominique. En vandaag gaan we weer richting Tony. En daar gaan we weer lekker een missie voor doen. Ik denk dat we wel weer twee missies gaan doen in deze video. In de vorige GTA video, als je die hebt gezien, hebben we maar één missie gedaan. Omdat we natuurlijk vrij lang bezig waren met die missie. Maar misschien dan we in deze gameplay wel weer gewoon twee missies gaan doen. We zien wel hoe het loopt. Hoppa. En dan gaan we kijken wat we voor Tony kunnen gaan doen. De pick-up. Tony heeft een brief achtergelaten. Oké, we moeten dus geld gaan ophalen. Maar we moeten dus wel oppassen voor de Twilights. Dus, ik denk dat we dan eerst even een bezoekje gaan brengen aan de Animation. Gewoon extra munitie halen. Nou, dan gaan we eerst even richting de Animation. En daarna gaan we het geld ophalen. Hoop. Zo. Hoppa. Nice. Nou, dan gaan we het geld maar halen. We hebben weer even zat munitie. Dus daar hoeven we even geen zorgen over te maken. Oh. Nou. En nu worden we ingesloten door de Twilights. Gezellig. Jij dood. Hoppa, je poot eraf. Jij dood. Hoppa. Jij dood. Jij dood. Hoppa. Zo, we hebben nog maar 25 heal, dus we moeten oppassen. We moeten dat busje opblazen, wat daar staat. Of dat busje wil weer niet eens in de fik gaan. Twee sterren, zeg hij. Ho, snel naar pedi spray. Nee. Dan gaat die auto nog slippen ook, zeg. Nou! Doe niet zo vervelend. Nou. Omdat het nu regent, slipt deze auto heel erg snel. Dat heb ik al in een paar video's terug gezegd. Die auto's rijden goed. Behalve als het regent of zo, dan slippen ze heel erg gauw. Maar onze sterren, onze wantedsterren zijn weer kwijt. Dus kunnen we op ons gemak het geld naar Tony brengen. Nou, kijk, een mooie doorgangetje. Dat scheelt weer benzine. Nou. Hoppa. Nou, Tony kan weer een zakje drop voor zijn eigen kopen. En wij namelijk ook, want we hebben weer $10.000 verdiend. Nou, dan gaan we saven en dan gaan we gewoon nog een missie doen. Want
Want ja, zo lang waren we met deze missie niet bezig, dus kunnen we makkelijk nog een missie doen. En het is gelukkig weer droog, dus we slippen nou minder gauw. Ja, dat is gewoon een hele grote nadeel aan deze auto's. Aan die Bentley auto's, ze slippen heel erg gauw, maar ze zijn wel lekker snel. Nou verwacht ik wel, als wij in het tweede eiland zitten dadelijk, dat we dan wel merendeels in een Infernus zullen rondrijden. Want die rijden meestal rond in het tweede eiland. Maar ja. Nou, dan gaan we nog een missie doen voor Tony. Oké, we gaan weer naar Joey toe. Hartstikke leuk. Oké, nou dan gaan we richting Joey. Mogen we in een limo gaan rijden? Nou, let's go to Joey. Hoppa, oh, oh, oh. Nou Joey, hier zijn we weer, na een lange tijd. Nou ja, lange tijd, 2 weken geleden. Hij is de peacemaker, Paris Walsh, giving you the best of the best. Oh, hey, don't. Good job. Let the Lord say, love my brother than the sea. Oké. Everything will be made possible unto you. Nou, we moeten natuurlijk maffia gasten ophalen in deze limo. Gewoon keiharde reggae op de achtergrond. Peace man, peace. Ah, we worden wel lekker beschoten door de Twi-Hats. Mot kunnen. Oh, you scare me now, Mr. Scientist. Kijk. En we gaan Luigi ophalen. En dan gaan we dadelijk met z'n allen naar Salvatore. Nou, een mooie doorgangetje. Lekker makkelijk. Peace and pleasure, my people. Nothing else. Put away the guns now, boys. En we worden weer beschoten door de Twi-Hats. Nou. En dan gaan we Tony ophalen. Ho! Sorry. Uh-oh, daar hebben we ze weer, de Twi-Hats. Nou, en deze keer schieten ze niet op ons, maar rijden ze ons klem met hun bestelbusjes.
Nou. Hier zijn we dan. Nou, dankjewel Tony. Dankjewel voor dit, voor deze compliment. Oké. Nou ja, zoals we zien hebben we geen missies meer voor Tony. Was dit de laatste missie voor Tony en dan gaan we in de volgende gameplay voor Salvatore werken. En Salvatore heeft twee mooie auto's voor de deur staan, dus ik neem nog een lekker eentje mee. En dat muziek mag wel uit. Want ik ben namelijk helemaal geen fan van klassieke muziek. Voor de rest, ja, qua muziek. Ja, dubstep vind ik leuk. Bepaalde hardstyle muziek vind ik best wel goed. Alle muziek vind ik best, behalve klassieke muziek. Nou ja, laat eens in de reactie achter wat jouw favoriete muziek is. Ik ben best wel vrij van smaak, alles vind ik bijna best, behalve ja, klassieke muziek, dat vind ik wel helemaal niks. Nou, dan was dit weer het einde van de gameplay. Hopelijk vond je dit een leuke gameplay. En heb je nog niet geabonneerd op Dutch Games 180? Abonneer op Dutch Games 180 en de mazzel!